Welkom bij het COVID-19-journaal. Diverse bewindslieden zijn eerder vandaag nader ingegaan op twee opmerkelijke veranderingen in de algemene COVID-19-maatregelen. De partiële openstelling van het luchtruim per vandaag is niet zonder beperkingen en zal goed in de gaten worden gehouden door onze autoriteiten. De partiële lockdown is versoepeld met een uur en schuift nu van 11 tot 5. De avondklok schijnt een positieve uitwerking te hebben gehad op het disciplinegevoel van overtreders. Op het stuk van de ordehandhaving met betrekking tot de COVID-19-maatregelen presenteerde minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie een overzicht van overtredingen die de voorbije 2 maanden door de politie zijn gelist. En gelooft u me, de overtredingscijfers zijn op de een of andere manier de laatste tijd aan het afvlakken. Zou het komen omdat een nachtje doorbrengen op de politieacademie achteraf niet voor herhaling vatbaar is voor gepakte overtreders? Ten aanzien van de handhaving, dan hou ik u voor de cijfers vanaf 1 oktober tot en met 31 oktober. En dan vanaf 1 november tot en met 18 november. Een overal beeld dat ik zou kunnen geven is dat we merken dat in vergelijking tussen oktober en november, dan zien we dat de controles, ze worden uitgevoerd. Maar we zien dus ook een teruggang in het aantal overtredingen vanuit het publiek. Voor Paramaribo bijvoorbeeld, over de periode 1 oktober tot en met 31 oktober zijn 511 mensen opgebracht. Er werden 2599 voertuigen gecontroleerd en 1204 mensen werden huiswaarts gedirigeerd. 24 bekeurd. Er waren 293 controles bij de bruggen. Let wel, in deze periode waren de bruggen niet gesloten. In midden, regio midden, is 1 persoon opgebracht. 99 mensen werden gecontroleerd. 293 werden huiswaarts gedirigeerd. En 23 PV's aangezegd. In west zijn 8 mensen opgebracht. 229 personen werden gecontroleerd. 156 voertuigen gecontroleerd. 128 mensen zijn huiswaarts gedirigeerd. En er werden 20 bekeuringen ingesteld. PV's aangezegd. 5 auto's in beslag genomen. 3 gram marihuana in beslag genomen. Er werden 112 roadblocks gehouden. En hier werden, dus in West, werden 73 COVID PC processenverbouw aangezegd ter zake uitgangsverbod. Van de regio Oost hebben we geen informatie. Voor de periode 1 november tot en met 18 november hebben we in Paramaribo zijn er 205 mensen opgebracht, 800 voertuigen gecontroleerd, 525 mensen werden huiswaarts gedirigeerd. En bij de bruggen, ze waren niet gesloten, zijn er 205 controles uitgevoerd. Regio Midden, hier werden 23 mensen huiswaarts gedirigeerd. In West, regio West, 6 mensen opgebracht, 217 personen gecontroleerd, 126 voertuigen gecontroleerd, 1 club, een dancing, werd gecontroleerd. 212 mensen huiswaarts gedirigeerd, 1 bekeuring, 83 roadblocks werden gehouden en er werden 81 PV's aangezegd. Van Oost hebben we geen controles in de avonduren. Overal kan ik aangeven net dat inderdaad de controles, eigenlijk de overtredingen lopen terug. Dat is te zien in november. Wat ik wel kan meegeven nu,
De lockdown tijd is bijgesteld naar 11 uur. En vanaf 18 gaan de bruggen weer dicht. Dus vanaf de lockdown tijd gaan de bruggen weer dicht. Dat is een bijstelling. Omdat we hebben gemerkt dat de afgelopen dagen dat de mensen meer gaan feesten. Wat we vinden dat lastig. Omdat we hebben gesteld dat we niet moeten gaan slabakken. COVID is nog niet voorbij. Er is nog geen vaccin. Dus moeten we ons blijven houden aan de regels. Al is de versoepeling van de lockdownperiode bijgesteld. Maar we moeten serieus blijven en ons aan de regels blijven houden. Over de partiële openstelling van het luchtruim door meer commerciële vluchten toe te staan, werd door minister Albert Jubitana van TCT nog eens duidelijk gesteld aan welke voorwaarden de vliegmaatschappijen en het reizende publiek zich zullen moeten houden. Wij doen daarom een beroep op het reizend publiek zich te houden aan de voorwaarden om Suriname binnen te komen. Om Nederland nu even als voorbeeld te gebruiken, wij beseffen dat velen van ons vrienden en familie hebben die graag in december in Suriname willen zijn en de feestdagen hier samen willen doorbrengen. Wij stellen u daartoe in staat, maar dan wel onder de gestelde voorwaarden, omdat Nederland, ik zal toch de nadruk daarop leggen, nog steeds gerekend wordt tot een land met een hoog risico. Op reis gaan nu naar waar ook ter wereld is dus gebonden aan regels en procedures. Elk land maakt zo naar eigen inzichten, dus ook wij, en mogelijkheden en capaciteit volgens de richtlijnen van de WHO, haar eigen beleid. Dat zal moeten zorg dragen dat de volksgezondheid beschermd wordt en ook de COVID-19 situatie beheersbaar blijft in Suriname. Wij verwelkomen daarom alle bezoekers die naar Suriname wensen af te reizen en zich willen en zullen houden aan de maatregelen die bedoeld zijn om ons allemaal te beschermen. Ik zal u dus nu de maatregelen voorhouden wat betreft het openen van het luchtruim. Een beperking zal zijn op het aantal vluchten en natuurlijk passagiers per vlucht. Beperkte capaciteit op de vluchten, op alle vluchten dus, die naar Suriname. 90% met een maximum van 1. Op de Mid-Atlantische route, dan hebben we het over de KLM en de SLM. 300 passagiers per airline. Frequentie commerciële vlucht, 1 maal per week per airline. Op de regionale route hebben we het over SLM en Fly Always. Daar is de maximale capaciteit 115 passagiers per airline. Frequentie commerciële vlucht, daar praten we over 2 maal per week per airline. Reizigers kunnen per vandaag rechtstreeks via reisagenten en of luchtvaartmaatschappijen hun ticket boeken. De toestemming van de afdeling consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken, internationale business en internationale samenwerking voor ingezetenen en niet-ingezetenen komt dus te vervallen. Visumplichtigen dienen de normale e-visa en e-touristkaart procedure te volgen via de VFS Global website. Passagiers dienen voor toelating op de vluchten te overleggen. Een negatieve PCR-test, niet ouder dan of maximaal 72 uur. Let wel, geen GGD-testresultaten voor passagiers uit Nederland. Geen quick-testresultaten of antibody-testresultaten. Positieve ELISA-testresultaten voor degenen die al positief zijn geweest, niet ouder dan 6 maanden. Een bevestigde accommodatieboeking, geen reservering van minimaal 10 dagen bij een geregistreerd Shata Hotel accommodatie. Voor thuisquarantaine geldt de schriftelijke toestemming nog steeds van het ministerie van Volksgezondheid. Voor niet-ingezetenen geldt
dat deze een reisverzekering met COVID-19 dekking, dat deze overlegd dient te worden. Zonder deze drie vereisten zullen passagiers door de luchtvaartmaatschappijen niet toegelaten worden tot de vluchten. Ter aanvulling hierop had gezondheidsminister Amar Ramadan een belangrijke mededeling voor reizigers die eenmaal aangekomen zich of niet aan de regels houden of bezwaren maken tegen wat wel wenselijk is voor onze autoriteiten. We hebben de geluiden gehoord, er is heel veel geprotesteerd over en weer, reizigers die het niet eens zijn met de besluiten. Het is helaas zo. We hebben de besluiten genomen, we hebben de maatregelen genomen op basis van onze actuele situatie. Indien u bezwaar hebt, dan moet u afreizen wanneer het u beter schikt. Helaas kan ik het niet anders verwoorden. We gaan ieder in de gelegenheid stellen die wenst te komen naar Suriname. Maar u zult zich moeten houden aan de regels die de overheid stelt. We kunnen uitzonderingen maken, daarvoor moet er een gedegen onderbouwing zijn of een valide argument. Maar ik mag u vandaag zeggen, we gaan niet accepteren dat de regels die het bevoegd gezag gemaakt hebben in het kader van COVID en luchtruim vertrapt zullen worden door enkelingen die denken dat het even kan in Suriname. We gaan dat absoluut niet tolereren. En er zullen ook sancties volgen. En we gaan elke actor in de sector verantwoordelijk stellen voor enkele belangrijke verantwoordelijkheden. Zo kan ik zeggen dat de luchtvaartmaatschappij een incheckbalie heeft op Schiphol. En de luchtvaartmaatschappij over een checklist beschikt waaraan een persoon moet voldoen voordat ze op de vlucht mogen komen naar Suriname. En als we in het verleden hebben gehad dat zelfs mensen zonder een testresultaat Suriname willen binnenkomen en de persoon toch in staat is om in Suriname te arriveren, dan is het meer dan redelijk en billijk dat wij de luchtvaartmaatschappij ter verantwoording roepen en zeggen, u hebt dit probleem gecreëerd, u gaat het moeten oplossen. Die afspraken hebben we dus nu gemaakt met de luchtvaartsector. Indien een hotel toch overgegaan is tot het verstrekken van een boeking zonder betaling en de persoon komt hier en stelt zich op het punt dat ze niet willen gaan, dan kunnen we zeggen, waarom hebt u als hotel dat gedaan? U moest een betaling accepteren. U mocht het niet afstaan. En de luchtvaartmaatschappij weet ook dat ze geen reservering, er moet een bewijs van betaling aangekoppeld zijn. Dus ik roep de reizigers op, van waar u ook wenst te komen naar Suriname. Suriname is mooi, Suriname is leuk. Decemberperiode breekt aan. Maar we moeten anders gaan kijken dit jaar naar de situatie. Het zal niet de gebruikelijke feestmaand zijn zoals we die kennen. Ik heb het ook in de toespraak gisteren gezegd. Dat we de gebruikelijke dansfestijnen, de gebruikelijke pagara estafette, voor dit jaar even achterwege gaan moeten laten. Het kan helaas niet anders. Zelfs de organisatoren van de feesten hebben al duidelijk aangegeven dat er geen behoefte bestaat. Ik vraag nogmaals de medewerking en als u uit Nederland komt of vanwaar dan ook en u denkt dat het de traditionele viering gaat zijn dit jaar, zal ik u helaas moeten teleurstellen. Er komt nog een officiële mededeling. De regering zal ook intern bespreken wat de mogelijkheden zijn om eventueel op een aangepaste manier, maar toch verantwoorde manier, toch het jaar veilig af te sluiten. Maar we hebben zoveel schade geleden in Suriname. Er is zoveel geld en zo'n impact gehad van COVID-19 dat ik zelfs heb voorgesteld. Laten we het geld wat we dit jaar zouden uitgeven aan feesten plaatsen in een fonds met z'n allen. En laten we de schade die COVID-19 aan Suriname heeft gebracht gaan herstellen met z'n allen. We kunnen onmogelijk verwachten dat de overheid die alle schade gaat kunnen opvangen. We hebben tot nu toe alleen moeten doen met natuurlijk de ondersteuning van partners uit het bedrijfsleven, internationale organisaties. Maar laat wel duidelijk zijn. We willen ieder de gelegenheid geven om Suriname te bezoeken. We willen elke Surinamer de gelegenheid geven om vakantie te houden. Maar we koppelen voorwaarden aan deze maatregel. Voor onze residentie is het een kroonjaar in het jaar dat een coronapandemie in het nieuws en ons leven letterlijk de kroon spant. Het is niet anders.
Ook de traditionele residentieviering heeft dit jaar plaats moeten maken voor een aangepaste en beperkte herdenking. Astrasia Warner, milieuexpert op volksgezondheid, vertelt ons meer over de protocollen die voor residentie zijn ontwikkeld. Anders gezegd, wat kan en wat kan niet bij deze viering van de Dag van de Republiek? Het ministerie van Volksgezondheid is door de Nationale Commissie Viering 45 jaar Staatkundige Onafhankelijkheid van Suriname gevraagd om advies te geven rondom COVID-veiligheid. De organisatie, zeker ook het ministerie van Volksgezondheid, die staat erop dat de activiteiten veilig worden georganiseerd. Daarmee wordt dus bedoeld dat COVID-19 preventieve maatregelen getroffen zullen worden. Het begint eigenlijk al met het feit dus dat er geen toeschouwers uitgenodigd, althans. Het begint al met het feit dat er geen toeschouwers toegelaten zullen worden. Er zijn drie ringen van veiligheid, dus als je geen kaartje hebt, kan je de locatie niet betreden. Aan de burgers, dat is dan het verzoek, u hoeft niet naar het plein te komen. Alle activiteiten zullen dus uitgezonden worden, omdat wij dus stip letten op de veiligheid van de Surinamers. We willen dus niet hebben dat iemand hier COVID-19 besmetting oploopt. Daarom zijn er dus maatregelen getroffen dat personen niet naar het plein kunnen komen, behalve als je een uitnodiging hebt. Alle activiteiten zijn via de beeldbuis dus te volgen. Verder worden ook de deelnemers en de werkers hier op het plein op die dag voorzien van stipte instructies die zij moeten volgen. Bijvoorbeeld het houden van de 1,5 meter afstand, het dragen van een mond-neusbedekking en de samenscholing dat die dus vermeden zal worden. Dus het ministerie van Volksgezondheid zal dus ook milieuinspecteurs inzetten die zullen helpen om erop toe te zien dat medewerkers, bezoekers zich houden aan de protocollen. De straten worden afgesloten. Mensen hoeven echt niet naar het plein te komen, want je gaat niet door kunnen. Je gaat niet naar Palmetuin kunnen. Je gaat niet dichtbij het plein kunnen. Er is op een grote schaal wordt de stad dus afgesloten, waardoor personen niet naar binnen kunnen komen. De politie, de veiligheidsdiensten, die zijn dus ook al geïnstrueerd. En er gaat geen, als je geen uitnodiging hebt, kom je niet door. Dus je gaat ook niet een borrel kunnen vinden ergens. Het wordt goed afgesloten en goed bewaakt, goed beschermd. Ook in verband met COVID-19 preventie. Het is een hele andere manier waarop we dit keer onze staatkundige onafhankelijkheid zullen gaan vieren. En de COVID-19 preventieve maatregelen, die zullen dus opgevolgd worden. Er is rekening mee gehouden dat de 1,5 meter in acht genomen zal worden, ook bij de felicitaties. Is daarmee rekening gehouden. De president die zal dus op een verhoging staan en op een afstand de felicitaties in ontvangst nemen. Dus no contact, om het zo aan te geven. Dus de defilerende groepen, de groepen die dus een bijdrage zullen leveren tijdens het evenement, die zullen dus de komende dagen ook instructies krijgen, ook bij de generale repetitie. Zijn er dus instructies die de mensen krijgen, gewoon om ervoor te zorgen dat alles geheel veilig verloopt. Dus ik wil de bevolking oproepen om thuis te blijven en om thuis je residentie te herdenken, je staatkundige onafhankelijkheid te herdenken. Alles zal uitgezonden worden, zoveel als mogelijk. U hoeft niet in de zon of de regen te staan op die dag, want we weten het regent altijd op 25 november. U zit gewoon lekker in uw huiskamer en u geniet van alle activiteiten die dus op het plein georganiseerd zullen worden. Verder wil ik nog mededelen, let erop, mond-neusbedekking op, handen wassen en zorg ervoor dat u die afstand in acht houdt, die anderhalve meter afstand in acht houdt. Laten we met z'n allen ervoor zorgen dat COVID-19 niet weer gaat stijgen. Dit was het weer voor deze aflevering van het COVID-19 journaal. Het is straks residentie, houdt u zich aan de maatregelen. Ga niet zomaar op straat en als u wat wilt doen, doe het veilig. Tot dan.